De familie Meiland sluit niet uit dat ze tijdelijk terug naar hun kasteel in Frankrijk gaan als er geen koper wordt gevonden. Als het château niet wordt verkocht, gaan we daar waarschijnlijk weer een maandje of twee draaien, zegt Erika Meiland tegen Veronica Magazine. Tekst gaat verder onder advertentie. Het bekende château Marillac staat al sinds begin juni te koop. De Meilandjes vroegen er in eerste instantie 1,25 miljoen euro voor, maar inmiddels is de vraagprijs gedaald naar 998.000 euro. Zo staat op de website van de familie. Martin en Erika Meiland kochten in Nederland een boerderij in Hengelo, maar hun woonplezier bleek van korte duur. Na problemen met het bestemmingsplan besloten ze weer te vertrekken. Het nieuwe seizoen van Château Meiland begint maandag op SBS6. Buzzelets Blok ADS.